Als het goed is, hebben wij nu onze eerste gast aan de lijn. Mevrouw Roos N. Ja. Ja, oh, ik neem aan dat Roos dat is. Ja, een goedenavond. Het is goedemiddag bij u, geloof ik. Klopt. Goedemiddag hier bij ons. Ja, het is hier bij ons inmiddels. Goedenavond. Ja. Owen, ben je er? Ja, hoi, dag. Ja. Hoe is, mevrouw Roos N. Franklin, hoe is het met u? Wel, op dit moment heel verdrietig. Heel verdrietig. Want ik heb net begrepen dat mijn hele goede vriend, de heer Dilip Saju, ons is voorgegaan. Ja, we hebben dat bericht ook ontvangen hier in Nederland. Ja, en ik wil even hem memoreren. Dat ja. Hij een hele goede vriend van mij was. Ja. Hij heeft mij altijd ondersteund in mijn loopbaan als diplomaat en op het kabinet van de president. Hij was altijd klaar om ons bij te staan. Hij is vaak mee geweest op dienstreizen van de president als adviseur. En heeft altijd een hele goede beurs gemaakt. Hij was heel sociaal gevoelend. En dit wil ik echt wel memoreren. De laatste avonden voor ons vertrek stond hij erop dat wij een diner moesten geven voor iedereen. En dan bedoel ik niet alleen maar de delegatieleden, maar ook het ondersteunend personeel van het gastland. De motorrijders, de protocolmensen, de security mensen. En dat betaalde hij uit zijn eigen zak. Het was een sociaal gevoelend mens. En ik ben heel trots en blij om hem mijn vriend te mogen noemen. Ja. Dus dat wil ik wel zeggen. En ik wil echt mijn interview van vandaag opdragen aan meneer Dilip Saju, een echte Surinamer. Hij had zijn hart op de juiste plaats voor Suriname. Hij was een kapitalist, hij zei het altijd. Voor mij is geld belangrijk, maar hij wist ook hoe daarmee om te gaan met de juiste distributie van geld, van gelden. Goed, dan kunnen we doorgaan. Ja, nog een vraagje hierover, mevrouw Franklin. Hij is in Nederland overleden, hè? Ja, dat heb ik begrepen, ja. Ja, ja. Nee, want ik had al eerder... Hij was al een tijd ziek, hè? Ja, nee, dat klopt. Hij was al een tijd ziek. En hij is 73 jaar geworden. Dat is heel jammer, want hij had heel veel plannen, hoor. Hij zag het zitten in Suriname. Hij is nooit vertrokken uit Suriname om te zeggen van, hé, ik breng mijn geld ergens anders. Hij geloofde in de Guyana's. Hij heeft in Guyana ook bedrijven opgezet. Hij geloofde echt in de Guyana's. Hij zag het zitten. Hij is relatief jong gestorven. 73. Ja, dat is niet zo oud. Maar wel een vol leven, maar niet oud. Hij laat de zetel achter en hij laat de dochter achter die echt in zijn voetsporen zal lopen. Een heel intelligente dame, Washa. Hij heeft gestudeerd op de beste universiteiten van Amerika. Daarvoor heeft hij gezorgd. Hij heeft niet gezegd van, Washa, je volgt me zomaar op omdat ik geld heb. Hij zei altijd van, je moet gaan studeren. En dat heeft ze ook gedaan. Dus ik zie de toekomst van Rhodesia International, zie ik wel goed zitten onder Washa. Daarvoor heeft hij echt gezorgd. Een keer zo van Washa, heeft Washa tegen hem gezegd, ze gaat weg uit Suriname. En toen heeft hij gezegd, oké, dat verkoop ik allemaal bedrijven. Want dit is voor jou. Jij moet mijn legacy zijn. Dus ik ben wel erg blij daarmee. Dat Washa dat zou kunnen zijn. Dus nogmaals, a tribute to Dilip Saju. Een echte Jaja Sranaman. Hij heeft een heleboel mensen geholpen. Mensen denken dat hij heel hard was. Onvriendelijk en zo, but that is not true. Ik heb het meegemaakt van daarbij. Dus mogen hij in vrede rusten en mogen de Almachtige hem genadigd zijn en mogen hij naar het grote licht snel gaan om in vrede te mogen rusten. En ik doe van deze kant een beroep op de regering Santokki. Ik hoop dat ze hem de juiste eer zullen geven bij zijn uitvaart. Want dat verdient hij wel. Ik hoop het.
Ja, dank u wel, dank u wel. Ja. Mevrouw Franklin. We willen even wat. Ja, ik bedoel, we werden ook overdonderd door het nieuws dat hier staat, hier zo verleden. We kennen elkaar van de schoolbanken, dus let's just be informal. Ja, ik weet het. Ik weet het, Roos. Ik weet het. Maar ik ben altijd dan, vaak tijdens de uitzendingen ben ik altijd formeel. Neem me niet kwalijk. Ja, oké, doe maar. Maar ik kan er niet zo echt aan wennen dat dat boerse Hollandse. Ja, ja. Oké, oké, Rosanne. Ik doe het praktisch nooit, maar oké. Oké, Rosanne, oké. Welkom bij ons. Ik wil ook even stilstaan bij de dienstreizen van president Santokki. Protocollen en mogelijke schendingen daarvan. Want jij bent heel goed thuis op het gebied van de protocollen. Je bent... Je was ambassadeur in algemene dienst en je hebt ook een loopbaan als diplomaat. Ik ben ambassadeur in algemene dienst geworden onder Bouterse in 2011. En ja. Ik was 46 jaar. En ik ben er dankbaar voor dat ik niet op jonge leeftijd ambassadeur ben geworden. Heel erg dankbaar daarvoor. Ik heb geleerd. Ik heb geleerd en ik ben opgeleid geworden in Nederland. Bij het instituut Klingendaal. Ja, ja. Nee, Klingendaal. Ja, ik heb ook een pen hier in mijn hand door op stad Klingendaal. Ja, nee, dat is heel mooi. Wie waren je leermeesters als het ging op de praktische gang van zaken? Het politieke handwerk? De Nederlanders hebben toen ingehuurd professor Ralph Feldham. Dat was een bekende Engelse diplomaat. Hij kwam van de Royal Diplomatic Academy van Engeland, die hebben ze speciaal ingehuurd om mijn persoon en Erwin Muntslag te trainen. Het was echt een training gericht op ons tweeën. Want de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, dat is Weiland nu Aristidok, die vroeg aan zijn collega Hans van der Broek, hey, ik heb twee mensen, die wil ik graag opleiden voor protocol, want ik zie een aantal zaken gaan niet goed. En van der Broek is daarmee akkoord gegaan. En de opleiding is toen speciaal voor ons in elkaar gespeeld. En daar zijn we zeer dankbaar voor. En ik weet dat ik vaak in de clinch lag met de Nederlandse diplomaten hier, als ze een beetje hun boekje te buiten gingen. En dat zei ik tegen ze, maar ik ben door jullie opgeleid. Jullie hebben me zo geleerd. Ja. En Heidweiler heeft ook een belangrijke rol gespeeld, heb ik begrepen. Ja, heel veel. Hij is mijn leermeester geweest, mijn guru. Niet alleen hij, maar ook deels Theo Ruijsteen in New York. Daar zijn mijn eerstes geweest. De heer Henk Weiler is nu Weilen, maar deels Theo Ruijsteen, die leeft nog in Nederland. Maar ik heb ook heel veel van hem geleerd. Ik heb de donkere dagen van 8 december... waren we samen in de VN en toen heeft hij het besluit genomen dat hij zou vertrekken. Hij heeft mij toen in de kamer geroepen en hij zei, Roos-N, ik kan dit niet aan, dus ik ga weg. En ik zei nog tegen hem, u verlaat het zinkende schip. En hij zei van, ja, maar ik kan het niet aan. En daar ben ik hem heel dankbaar voor dat hij eerlijk is geweest. Ja. En daarna hebben we ook goed contact gehad. Hij kwam naar Suriname en hij kwam mij altijd opzoeken. En we hebben altijd goed kunnen praten over die periode. Met Heidweiler heb ik geleerd. Hij zei, we zijn een klein land, maar we moeten vrienden maken. Als ik op de missie was en ik zat gewoon even niks te doen, dan kwam Heidweiler die zegt van, hey, ga naar de overkant, ga naar de delegation lounge en ga vrienden maken, vrienden maken. Dat was zijn stelling. Ja. Rosanne, er is een aanslag gepleegd op het kantongerecht aan de Monsignor Wulfingstraat. Neem me niet kwalijk, daarover wil ik niet praten, want ik vind het is nu in een onderzoekssituatie en ik vind we moeten het onderzoek afwachten. Dus ik wil daarover niet praten. Ik vind de veiligheidsdiensten zijn daarmee bezig en laten we daar wachten op. De resultaten. Oké, prima. De president Santokki gaat vaak op reis. Hij reist bijna continu. Hij neemt ook steeds vaak een delegatie mee. En zijn vrouw neemt die altijd mee. En ik heb begrepen dat af en toe de vigerende protocollen worden geschonden. Klopt dat? Ja,
Nou, kijk, een president mag op reis gaan. De president wordt uitgenodigd, hè? Hij wordt vaak uitgenodigd. Hij wordt uitgenodigd voor inaugurele sessions. Dat is laatst gebeurd in Brazilië. Hij wordt uitgenodigd voor officiële bezoeken. Dat zijn meestal bilaterale bezoeken tussen twee landen. Waar je iets doet, je komt terug met resultaat. Bijvoorbeeld het ondertekenen van een verdrag. En je hebt ook werkbezoeken. Dat zijn meestal in het kader van grote summits. Zoals de Summit of the Americas. Dat laatst in Los Angeles was gehouden. Of in Egypte. De klimaatconferentie. Ja. En je hebt ook staatsbezoeken. Maar staatsbezoeken zijn niet zozeer meer van deze tijd. Het is meestal voor monarchieën, hè? Maar niet echt voor executive president. Want alleen zo'n staatsbezoek, ga je mee naar toeristische attracties, je gaat naar gala-diners, je gaat naar sociale projecten. Maar de executive president, die hebben geen tijd voor dit soort zaken meer. Weet je? Dus men laat het meer over voor monarchieën, koningen. Ik weet in Nederland bij jullie, heb je twee uitgaande staatsbezoeken en twee inkomende. Dus ik denk Santokki is meer geweest naar werkbezoeken, werk. En in het kader van CARICOM heeft hij twee per jaar zeker. Dat is de Heads of Government en de Intercessional. Daar mag hij naartoe gaan. Hij mag zijn vrouw ook meenemen. Daar is geen probleem mee. Maar alleen moet zijn vrouw haar plek kennen. Dat is het punt. Ze moet haar plek kennen. En ik neem het die vrouw niet eens zo kwalijk. Ik neem het meer de omgeving kwalijk. Ik neem het protocol kwalijk. Ik neem het ministerie van Buitenlandse Zaken kwalijk. Waarin ze die mevrouw moeten vertellen wat haar taken zijn en hoe ver ze kan gaan. Ik heb het meegemaakt in mijn werk met vorige First Ladies. En die lui hebben echt wel geluisterd. We hebben teachings gehouden en we hebben haar precies uitgelegd. Dit is je taak. Tot daar en niet meer. Maar als ik even mag, Roos, en misschien dat de ambtenaren van Buitenlandse Zaken gaan dat wel vertellen, maar dat ze dat maar zich neerlegt. Dat is toch ook een mogelijkheid? Nee, daarover kan ik niet praten, want ik heb geen contact meer met de mensen van Buitenlandse Zaken. Heb ik echt niet. Maar ik geloof wel, als je die mevrouw uitlegt dat ze een publiek figuur is en dat ze zich hoort te onderwerpen aan de internationale standaarden, dat ze wel oor daarvoor moet hebben. Dat geloof ik, hè? Want ze staat niet op zichzelf. Ze staat niet op zichzelf. Dat ze moeten haar beschermen. Ja, maar ze moeten haar uitleggen. En uitleggen met voorbeelden. Laat men komen, geef haar materiaal. Laat men zien hoe Michelle Obama zich heeft opgesteld. Hoe Jill Biden zich nu opstelt. Hoe die mevrouw van Guyana zich opstelt. Laat maar haar die dingen zien. Dan denk ik dat ze het wel gaat begrijpen. Maar iedereen is zo bang hier in dit land. Mevrouw Filia Kram die praat er vaak over. Over de angst hier in Suriname. Niemand durft iets te zeggen om te corrigeren. Gisteren bijvoorbeeld in het programma 90 seconden had meneer Bisham over het staatsbezoek van de president naar India. Ik heb direct gebeld en ik zeg, Bisham, je hebt het verkeerd. Het is geen staatsbezoek geweest. Het is een werkbezoek geweest. En jullie als journalisten moeten dit soort zaken onderzoeken en corrigeren optreden. Daar ligt het aan. Ik neem me die arme vrouw niet kwalijk. Ik heb medelijden met haar. Waarom heb je medelijden met haar? Ja, tuurlijk, omdat men haar niet goed heeft ingelicht. Men is niet goed. Men accepteert alles. Kijk ook de kwestie van toen ze toetrad als lid van van staatsolie. De directie van staatsolie is het toch geaccepteerd? De directie van staatsolie had op dat moment kunnen zeggen van dit kan niet, dit is tegen de statuten. Ja. Maar we accepteren alles. Ja. En daarom zijn we achter het land. We accepteren alles. Ja. Omdat de executive het zegt, moeten we het accepteren. Dat is niet zo. We moeten corrigerend optreden. Dat is ook democratie. Ja, maar de politieke cultuur die ik de afgelopen 40 jaren in Nederland met Suriname meegemaakt heb, is er eentje van, ik zeg het vaker, daar wordt Venetiaan altijd boos op me,
Ik heb tegen hem gezegd, jullie politieke cultuur is nog veel te lang follow the leader. Klopt, en, helemaal. Dan worden ze boos als je dat zegt, hè? Ja, dat is waar. Want kijk, ik ben geen fan van meneer Venetianus zodanig. Als mens heb ik waardering voor hem. Hij is mijn directeur geweest op de Algemene Middelbare School. Keurig geweest. Ja. Maar hij heeft 3 termijnen gehad om ons grondwet te wijzigen. Terwijl dat aan het volk is beloofd in 1996 of 87 bij de referendum. Want stemmen jullie voor het referendum, zodra de woorden zijn, gaan wij het veranderen. Hij heeft het niet gedaan. Want hij heeft gezien wat voor lekkere grondwet het is. Dat hij lekker kan regeren als despoot. Ja. En daar is de sleutel. Daar is het onze grondwet. Rozijn, waarom zeg je dat hij als despoot regeerde? Want er was een parlement. Ja, maar die waren het parlement. Het is gewoon een verlenging van de regering. De regeerstijl was... Onze coalitie is gewoon een verlengstuk van de regering. Hier kennen wij geen checks en balance, zoals in andere landen. Dus je hebt geen dualisme, je hebt eigenlijk een vorm van monisme. Ja, precies. Precies. Ja. Kijk in Amerika, kijk zelf in Guyana, hoe staten toegaan, hoe Jamaica gaat, die Anglo-Saxische landen. En daar neem ik de Nederlanders ook wel kwalijk, want ze hebben zwakke instituten hier achtergelaten, terwijl de Engelsen sterke instituten hebben achtergelaten. En kijk wat het resultaat is geweest. En dat is ook het resultaat geweest van de coup van 1980. Omdat we zwakke politieke instituten van staat hadden, dat het zo makkelijk was voor de militairen om over te nemen. Het is niet zomaar dat ze het hebben gedaan. Het is makkelijk geweest. Ik heb een keertje bij meneer Boutersen, toen wij 25 februari herdachten, toen heb ik dit aangehaald en heeft zijn hoofd geschud. En heeft gezegd van ja, inderdaad, het is waar. Ja, het is inderdaad waar. Want ik ben al zo lang bezig om een pleidooi te houden voor het ontwikkelen van Surinaams diaspora-beleid. En iedere keer merk ik weer dat de Surinaamse politieke leiders de wijsheid, alertheid van de diaspora eigenlijk niet leuk vinden. Klopt, maar ik ben wel blij met jullie. Ik ben wel dood. Ik geloof niet meer in het nationalisme. Ik geloof in, we zijn een global village. En waar je ook zijn, kun je de bijdrage leveren. En ik geloof in de mensheid. In de mensheid, in het humanisme. Ja. Daarin geloof ik. Daar ben ik blij met u. Ik ben blij met Wesley. Ik ben blij met Hikmat Malawarkaan. Ik ben blij met Ashwin Ramshawan, die allemaal de bijdrage leveren. Want jullie kunnen daar zijn en denken van, hey, to hell met Surinamers. Wij leven hier een lekker leven. Maar ik merk de commitment die jullie hebben, en met Celia Kram, ik merk de commitment dat jullie steeds weer wijzen van hoe zaken moeten gaan. En daar mijn complimenten aan jullie. Ik heb zelf gezocht naar Hikmat en naar Ashwin, en ik heb ze gezegd van, als jullie er niet waren, denk ik dat ik een racist zou zijn geweest. Maar door jullie columns en zo heb ik gezien van, nee, niet alle Hindustanen denken zo. Dat heb ik duidelijk gemerkt. En jullie kunnen influencers zijn. En ik heb een beroep op ze gedaan om door te gaan met de wezen. Want zij kunnen hier in Suriname onze Hindustanse broeders andere ideeën brengen, want wij denken de Hindustanen, de broeders hier, we denken nog te veel in termen van Hindustan, Kriool, Japan en zo. Wat dat betreft heeft meneer Rudolf van Lierop, zijn stelling staat nog steeds overheen. U kent dat boek van hem, Samenleving in het grensgebied, dat is van de jaren 60, waarin hij is geen natie, maar een samenleving bestaande uit verschillende samenlevingen. En dat is nog steeds het geval vandaag. En dat moeten we nu doorbreken. Anders gaan we het niet halen. Anders worden we Haiti. Anders gaan we het niet halen, meneer Owen Venlo en Wesley. Ja. We gaan het niet halen. Roos, dank voor de mooie woorden. Even een vraag. Werkt de trias politica nog?
in Suriname, zoals we dat van oudsher gewend zijn? Ik heb een bepaalde opvatting daarover, hoor. Ik ben politicoloog van huis uit, dus ik heb echt gestudeerd. Ik heb John Locke, de politieke theorieën van John Locke, allemaal gestudeerd. Maar dat waren duizenden jaren geleden, toen er niet zoveel frequent waren met elkaar. Ik weet dat iemand als Sandeep Hira, die heeft ook een eigen theorie daarover. Ik heb ook gezien in Amerika, waar ik heb gestudeerd, dat men daar ook zijn bedenkingen heeft over de trias politicus. Kijk met de kwestie van Roe versus Wade. De rechters van de Supreme Court, die in de meerderheid zijn, die benoemd zijn door Trump. En kijk wat eruit is gekomen. Dus ik heb een andere opvatting daarover. Wat het precies moet worden, weet ik nog niet. Maar ik denk, mensen als Sandeep Hira, het zou leuk zijn dat jullie ook een keertje met hem hierover praten. Want ik weet dat hij toch wel een uitgesproken mening daarover heeft. Ik vind dat het niet echt werkt in Suriname. Echt waar niet. En ik weet zeker dat de rechterlijke macht het niet zo leuk zou vinden dat ik dat heb gezegd. Maar dat is mijn beleving. Dat ik precies weet in bepaalde cases, wat de uitkomst kan zijn. Ik heb twee keer wel iets meegemaakt. Het was een kwestie van de wegenautoriteit. En daar werd het ministerie van Openbare Werken veroordeeld. En ik schrok me wel. Ik dacht, wauw, dus er is toch nog hoop. En wat zou er moeten gebeuren, Roos, wat zou er moeten gebeuren om weer naar dat evenwicht toe te gaan? Ja, men moet... ik geloof niet zozeer in objectiviteit, hè. Want we kennen ook dat mooie gedicht van Erwin, van Orlando Emanuels. Die zegt, die is neutraal, die liet met duizend woorden. Ja. Want iedereen heeft zijn eigen mentale bagage mee, hè. Maar je moet zo eerlijk kunnen zijn, hè. Daarom misschien is het ook goed dat je rechters ook niet voor het leven moet benoemen, hè. Dat je ze moet benoemen misschien voor 5 jaar, 7 jaar. En dan wordt er weer geëvalueerd. Maar dat zeg ik een beetje oppervlakkig. Ik heb het nog niet goed bestudeerd. Straks praat u met mijn hele goede vriendin. Die ik zeer bewonder. Jennifer van Dijk-Sulos. Misschien kunt u haar ook deze vraag stellen. Want ik weet dat zij wel hierover goed nadenkt. Ja, maar je gaf dat net aan, Rozen. Dat de instituten die Nederland heeft achtergelaten in Suriname vrij zwak zijn, mede daardoor kon de staatsgreep plaatsvinden in 1980. Maar Nederland heeft eigenlijk de instituten die ze hier hebben geplant in Suriname. Men heeft het model gekopieerd. Maar tegelijkertijd constateren we dat het niet werkt in Suriname. Klopt, en dat ligt aan het leiderschap. Ja. Dat is het probleem. We hebben geen goede leiderschap ingezet. En dat is heel, heel jammer. Als je met Celia Kramp hierover praat, kan ze je hele uitleg hierover geven. En dan ga ik terug naar een van de grote filosofen van onze regio. Dat is de heer Frans Fanon. Ja. Nou weet ik zeker dat u zijn werken kent. Wat hij gezegd heeft. We hebben gemerkt dat na de onafhankelijkheid, dat onze leiders in de schoenen zijn gaan staan van de ex-kolonisators. En dat is gebeurd. Dat is heel jammer. Vandaar, heel, heel jammer. Heel jammer, hoor. Terwijl we dat echt kunnen maken. Verworpenen der aarde. Verworpenen der aarde. Daar beschrijft hij het een en ander in. Frans van Om. Verworpenen der aarde. Precies. Ja. Ja, precies. Ik vind dat zijn theorie nog steeds staande overeind staat. Nee, oké. Okay. Ik kan me nog herinneren dat ik met Henk Aron zat te praten en hij vroeg aan mij hoe ik de toekomst van Suriname zag. En toen zei ik tegen hem eind jaren 70, ik denk dat we 2 dingen moeten veranderen. Onderwijs moet mede opvoedend onderwijs worden. En arbeidsmarkt. Ja. Maatschappelijke werkplicht 2 jaar lang. Vanaf je 18e
tot je 38ste. In die periode 2 jaar lang maatschappelijke werkplicht tegen een normaal salaris. Maar je gaat niet op hoeken van straten staan, roken orde. Weet je wat Aaron zei? Owen, Holland gaat niet willen. Maar hoe kan dat? En we zijn een soeverein land. Ja, dat zei ik ook tegen hem. Ja, dat is vreemd. Ik, Roos, Rozen. Mag ik even? Ja, ik ben, ja. Guyana heeft na hun onafhankelijkheid hebben ze een systeem ingevoerd van national service. Iedereen moest 2 jaren een soort dienstplicht doen. En het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt. Het heeft de mensen gemaakt om feeling te hebben voor hun land. Ik kom zelf uit Guyana. Mijn vader is Guyanese. Ik ben half Guyanese, half Suriname. En ik noem mezelf echt een Guyanese. Echt een Guyanese. Rozen, we gaan zo langzamerhand toe naar het einde van het interview. Heb je nog een boodschap voor onze luisteraars in Nederland en in Suriname? Ja, zeer zeker. We moeten echt gaan naar natievorming. Echt naar natievorming. Dat is heel belangrijk, anders gaan we het niet halen. We moeten niet meer in termen denken van Kuli, Plakama, Indië en dat soort dingen. Echt niet. Precies. We moeten het samen doen. Ik ben in Afrika geweest, ik ben in India geweest, ik ben in Indonesië geweest. Ik heb gezien en ik was blij dat ik in Suriname woonde. Echt waar. Hier hebben we veel meer kans om het te maken. Maar de politieke wil moet aanwezig zijn. Dat is heel belangrijk. Dus het is heel belangrijk, Wesley en Owen, dat jullie in Suriname daar in Holland daarop weten dat zij... influencers kunnen zijn hier in Suriname om de bevolking daarop te weten van hey, want we kunnen niet allemaal naar Holland gaan, toch? We kunnen niet allemaal naar Holland verhuizen. We moeten ook hier zijn om zaken hier op orde te stellen. En we zijn nogmaals, ik geef jullie geen schuld dat jullie daar zijn. Ik ben blij dat jullie daar zijn, omdat je open-minded en de zaak hier kan beïnvloeden. En dat moet jullie door blijven doen. Ik doe een beroep op jullie om dat door te blijven doen. Dus nogmaals mijn complimenten aan Wesley, aan jou Owen Venlo, en aan Hikmat en aan Ashwin en anderen. Blijf het doen. Niet bang zijn. Ik vond het verschrikkelijk dat filmpje wat ik heb gezien gisteren van meneer Santoki. Hoe hij werd verwelkomd door de Nederlandse klompendans. Waar was het volkslied van Suriname? En nee, we moeten niet lachen. We moeten huilen erom. Dat kan niet. Het werkt wel op de lachspieren, sorry. Maar bij mij niet. Ik heb gehuild toen ik het heb gezien. Ik heb gehuild. Ik denk, wat is dit? Hoe kan dat? Het staat zo, wordt binnengehaald met klompendans. Geen enkel probleem als het onderdeel was van een cultureel programma, waarin ook Surinaamse facetten waren, geen enkel probleem. Maar waar was ons volkslied? Terwijl dat heel belangrijk is, als het volk, als het staatshoofd ergens binnenkomt, hoort het volkslied gespeeld te worden. Dat is een van onze nationale symbolen. En beide coupletten. Als het instrumentaal is, 1 couplet. Dus dat zijn de zaken. Dus please, Holland, we zijn blij met jullie. Jullie ondersteunen ons. Maar aan de andere kant, om steeds geld te sturen voor de mensen, maak je de mensen ook een beetje lui. Dus je moet de mensen ook meegeven van, de macht zit bij jullie. De kracht zit bij het volk. We kunnen jullie een €50 sturen, maar you have to do something ook. Absoluut. Iets voor zorgen dat pas op de 5 jaar naar de stembus gaat. Praat met je parlementariërs. Met de kwestie van Palestina. Ik heb meneer Aziz Gayadi gebeld. En ik heb hem een aantal vragen gesteld van hoe kan dit? En dat moeten meerdere mensen doen. We moeten werken met onze volksvertegenwoordigers. We moeten ze laten zien. Ze zijn accountable ook voor dit beleid. En we moeten ze laten merken, we gaan niet meer op ze stemmen. Ook binnen de politieke partij. Ik wil jullie ook aandacht vragen voor mevrouw Maurice Los, die een bepaalde theorie hierover heeft.
dat jullie ook een keertje met haar kunnen praten. Want binnen de politieke partijen moeten er ook veranderingen komen. De wet op politieke partijen moeten komen. Het kan zo zijn dat de voorzitter zomaar bepaalt wie de kandidaten zijn. Dat kan niet. Dat kan niet. Er zijn structuren. Ja. Ik heb afgelopen woensdag in het programma over Radio Tamara twee dingen geëist, tussen aanhalingstekens, van Santokki. 1. Immigratiestop. Ja. 2. Een eerlijk delen beroemd Tijari beleidsplan. Ja, maar je ziet, het was erg oppervlakkig. Owen, we moeten helaas afronden. Roos N, dankjewel voor het interview. Dankjewel dat je ook onze luisteraars geïnformeerd hebt. Dankjewel en we komen ook bij jou binnenkort terug. En ook bedankt voor de mooie woorden. Okay. Dankjewel. En ga zo door met het goede werk. En blijf geloven in Suriname. Absoluut. We can make it met alle positiviteit. Kunnen we er iets van maken? Kunnen we er echt iets van maken? Oké. Bedankt, Roos. Oké, Roos. Dankjewel. Tot dan, tot ziens. Goodbye. Bye. Luisteraars, dat was het interview met mevrouw Roos en Franklin. Krachtige dame, hoor. Ze is gewezen oud-ambassadeur in algemene dienst en diplomaten. Het was een leuk interview en een ander keertje hoop ik dat wat. Want ik denk dat ze een beetje een verslag was door het overlijden van Philip Sarju, denk ik. Ja, ze kende hem heel goed. Ja, ik denk dat ze daardoor enigszins verslag was. Waardoor we hebben wel gepraat over het een en ander, maar we zijn niet echt de diepte ingegaan. Mm-hmm. Maar het was een leuk gesprek. Absoluut. En als het goed is, want we hebben zo meteen een gesprek met de heer Marlon Rozenblad. Hij is... ondernemer, hij is ook docent en hij gaat zo meteen vertellen over de problemen waar ondernemers tegenaan lopen, de onveiligheid in Suriname, laten we zeggen de gokverslaving, hij zegt dat het enorme vormen heeft aangenomen, onrustbarend groot, want een aantal mensen die gokverslaafd zijn, die gaan ook op roven uit en die plegen ook ernstige strafbare feiten, want ze proberen te voorzien in hun behoeften. En dan, dus er zijn best wel... Hele negatieve ontwikkelingen. Ja, heel wat negatieve ontwikkelingen als het daar... Ja, klopt. En ik, als het goed... Ja, want hij heeft een heel interessant verhaal ook. En hij is een self-made man. Hij heeft een kapsalon. Hij heeft zijn business. En hij plant ook zelf. Hij voorziet daardoor ook voor een groot deel in zijn eigen behoeften. Ik wil hem interviewen, dus ik weet niet of we hem inmiddels al aan de lijn hebben. Ik weet niet, heb jij die Dilip Sarju gekend, Owen? Ja, zeker. Ja hoor. Ja, niet heel goed, maar we hebben 1 of 2 keer gesproken. En tijdens recepties in Suriname. En bij mij kwam hij ook oprecht over. Kijk, je moet natuurlijk een onderscheid maken, maar dat geldt niet alleen voor Sarju, maar voor alle zakenmensen. Een zakenman is een zakenman. Ja, ja? Dat klopt. En die is uit op winst maken met zijn zakelijke activiteiten. Daar is niets mis mee. Ja? En als je dan met de politiek gaat bemoeien, en dat heeft hij wel altijd gedaan, Sarju, dan neem je dat zakelijke, mee richting die politieke beweging waar je aansluit. Dus ja, hallo. Aan de ene kant zeggen we... de politiek moet ook met het bedrijfsleven bemoeien. En als ze het doen, dan zeggen we... money man. Dus die partij koppel je dan aan die money man. Dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk, hè? Ik bedoel, je bent wie je bent. Ja, maar hij had natuurlijk ook zijn sociale kant, denk ik. Hè? Dus precies, wat Roos aan zei, hè? Zeker. Want... Absoluut. Want iemand kan inderdaad kapitalistisch zijn, maar wat houdt dat precies in? Ik bedoel, ook mensen met minder vermogen kunnen ook kapitalistisch ingesteld zijn. Ja. Maar hij was in ieder geval, had hij ook duidelijk zijn sociale kant. Ja, zeker. En ik denk dat ook door andere mensen, men zag dat wel en het werd ook gewaardeerd. Ja, dat zo
zullen we de komende dagen ook vaker horen, denk ik hoor. Ja, even